Hey, Max Kelman hier, vetlossexpert. Ik ben me heel even aan het focussen. Focus, want focus en mindset is super belangrijk als je af wil vallen. Veel mensen denken dat het alleen om training en voeding gaat, maar ik denk dat mindset nummer 1 prioriteit is. Om dat eerst goed te krijgen, om een goed traject in te kunnen zetten. En waarom dat is, afvallen gaat niet van de een op de andere dag. Het is een langdurig traject, ook al wil je 5 kilo kwijt. Dan ben je niet in de week kwijt, zeker niet als je het op een goede manier wil doen. Dus het is belangrijk dat jij de juiste strategie toepast en dat jij het de tijd gunt. Kijk, die kilo's die je aan bent gekomen, is ook niet op een dag of op een week gegaan. Nee, dat heeft weken, maanden, jaren geduurd. Dus verwacht ook niet dat het er heel snel weer afgaat. En je gaat niet elke dag afvallen. Ook al doe je nog zo goed je best, zijn heel veel dingen waardoor je lichaam vocht kan gaan vasthouden, waardoor je de dag daarna in één keer zwaarder bent op de weegschaal, zonder dat je iets heel erg verkeerd hebt gedaan. En dat kan allemaal met je mind gaan spelen. Dus zorg ervoor dat jij je focus goed hebt. Dat je niet alleen maar denkt van zo snel mogelijk, ik moet gaan. En bij elke tegenslag, laat me zitten. Nee, je wil juist scherp blijven. Je wil juist je einddoel in zicht houden. En ook als een dag niet echt helemaal gaat zoals je wil, maakt niet uit. Pak het zo snel mogelijk op, want het is een marathon, het is geen sprint. Je moet het gewoon lange termijn volhouden. En aan de andere kant, je kan het ook niet doen, maar dan gaat er nooit wat gebeuren. Dus zorg dat je je mind goed hebt, zorg dat je accepteert dat het wat langer duurt, maar blijf wel volhouden, want anders ga je er nooit komen.